Yo, beste kijkers van de Collega Channel. Vandaag weer een nieuwe vlog. En dit is de dag natuurlijk na de 24 uur stream. En ik heb vandaag eerst lekker relax even uitgeslapen. Want ik was vannacht nog Hollands Got Talent aan het kijken. Ik vind het altijd wel leuk om te zien hoe mensen... Sommigen kunnen het er totaal niks van. En de anderen kan het super vet awesome. En ja, daarom kijk ik het. Ik vind het gewoon leuk. Ik ben sowieso iemand wel van de grote shows op tv houdt. Ik volg niet echt zomaar snel een serie zoals Goede Tijden, Slechte Tijden. Nee, daar ben ik gewoon niets van. Maar zo'n series die kijk ik dan wel s'avonds laat. Of ja, programma, shows noem ik het meer. Dat vind ik wel leuk om daar te kijken. Nou, zoals jullie kunnen zien, sta ik op dit moment achter mijn Green Screen. Ik hou van mijn Green Screen. Mijn Green Screen is mijn schatje. Nee, grapje. Nou, zonder die Green Screen hadden jullie altijd een hele lelijke achtergrond gehad. Dat willen jullie natuurlijk ook niet, hè? Nee. Maar ja, ik heb wel een goed nieuwtje, denk ik, voor jullie. Want het is hier altijd een en al een puinzooi. Of ja, een redelijke puinzooi. Maar ik ga morgen echt mijn hele kamer opruimen. En dan binnenkort kunnen jullie het dus ook voortaan zien. Als ik in mijn kamer sta te vloggen, hoe vind je dat dan? Dan sta ik gewoon lekker relax in mijn kamer te vloggen. En dan zie je niet meer dit ding. Dus, jongens, zwaai maar alvast allemaal naar mijn greenscreen. Greenscreen, doei. Vanaf morgen ben je niet meer altijd mijn achtergrond. Want dan zit ik ook heel vaak gewoon zonder jou. Doei. Doei. Zoiets. Genoeg gedoeid. Maar al een gekke op een stokje natuurlijk. Maar dat is sowieso, dat is ook wel leuk voor jullie. Die kan ik een keer zien jullie een hele andere achtergrond. Dan zien jullie namelijk gewoon dit. Let op. Woep. Zagen jullie het? Dat zien jullie dan. Die mooie groene andere scherm. Oh yeah, I like green screens. Green screen verzamelverslaving. Nee, joh, het zijn geen greenscreen-verzamelverslaving. Maar dat is in ieder geval, ik heb hier overal greenscreen staan. En die heb ik natuurlijk wel nodig. Want ik ga weer ook weer een paar talkshows opnemen. Daar heb ik in ieder geval super veel zin in. Hopelijk hebben jullie er ook heel veel zin in. Maar nu ga ik jullie even lekker meenemen, joh. Even van mijn... Doei, greenscreen. Mijn greenscreen wil het niet. Maar hij begint al scheef te staan. Hij wil al elk moment bezwijken. Hij vindt me niet meer aardig, denk ik. Zijn geen vriendje meer, blijkbaar. Ik weet het ook niet. Maar ik zie jullie in ieder geval zo meteen weer. Oeh, en dan zijn we weer. Ik ben nu lekker in de keuken. En hier is het ook een puinzooi. Jabadabidoo. Wie van jullie heeft het trouwens altijd super 100% helemaal netjes? Zoals bijvoorbeeld hier. Hier zo, maar ik ben de heilige frietpan. Oh. Ik ga trouwens straks maar eens lekker gebruiken, lekker mini snacks bakken. Want dat is natuurlijk voor de meeste mensen een lekker lang weekend. Dus dan ben ik weer lekker langer gamen met jullie ofzo. Ha. Jullie weten, ja, wist je dat toch al? Sowieso wist je dat. Als je dat nog niet wist, dan weet ik het ook niet. Maar hier is het altijd netjes aan. En dan kom je altijd aan bij het leukste gedeelte. De afwas. En wat is daar altijd? Een puinzooi. Eigenlijk moet ik deze, ik weet trouwens al niet meer of hij aan is geweest of uit is geweest. Maar eigenlijk kan ik deze. De hek lang nu zit hier ijsstokjes in. Zo. Zo doen we dat met ijsstokjes. Zo ruimen wij je vaatwasser heen. Ik weet je, dat kan ook gewoon heel makkelijk zo om ik weet niet wat hier allemaal op ligt, maar genoeg bende in ieder geval. Geen zin om dat nu allemaal te doen. Waarom ik eigenlijk naar de keuken aan het gaan was omdat ik eigenlijk zin had om een heerlijke zak chips voor vanavond erbij te bakken. En die hebben we gevonden. Ik trouwens niet wat voor zak chips. Even kijken. Limited edition chips. Flame. De Flamkuchen. Flamkuchen. Is dat in het Duitsland? Flamkuchen. Ik weet niet waar dat gaat smaken, joh. Zullen we een chipje proberen? Gaan we kijken of we dat zonder of met één hand kunnen openmaken. Dat ging makkelijk. Wat zou dat zijn voor chips? Ruikt sterk. Ruikt het nou, joh. Weet ik ook niet. En dat heb ik weer aan. Net op dat moment dat ik de chipje in mijn mond zou steken, was mijn kamer gelegd. Dus we gaan het heilige moment nog een keer meemaken. Rapapua, rapapua, met het heilige chipje is hier. Nu weet ik wel hoe ze smaken trouwens. Nou, kijk heel goed naar mijn chip. Misschien zien jullie het wel. Hij gaat smaken. En 3, 2, 1 en... Dit is verrukkelijk lekkere chips. Deze chips zijn iets van knoflook, iets met spek. Ik weet niet precies wat het naar smaakt, maar in ieder geval super, 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 super mega lekker, luxe, I don't know, maar hij smaakt gewoon lekker. Zo simpel is het.
Maar dat is natuurlijk wel belangrijk, want als je chips gaat eten, moet die wel lekker zijn, hè? Maar, ik weet eigenlijk niet meer het volgende wat ik ook nog ga pakken. Ik was er eigenlijk aan het pakken, maar ik ben alweer vergeten, ik kom ervan. Want mijn camera was in één keer vol, dus vandaar. Ik zou zeggen, weet je wat, ik check jullie zo meteen wel weer. Zo, en daar zijn we weer. We staan hier trouwens voor mijn setup, zoals jullie kunnen zien. Ik ga even kijken of we een rondje kunnen draaien. Let vooral op mijn puinzooi. Ta-da-ta-ta-ta-tam-tam, ta-da-tam-tadam. Nou, dit was mijn puinzooi. Van, nee, ik weet niet of jullie dat konden zien. Maar dat maakt ook helemaal niks uit, al konden jullie het helemaal niet zien. Dan maakt het toch niks uit. Of maakt wel iets uit. Jullie hebben nu allemaal zoiets van, Cole, please, laat die puinzooi zien. Heel stiekem. Zo denken jullie, heel stiekem. Toch? Nee joh, het is allemaal maar onzin. In dit geval hoop ik wel dat jullie van deze vlog hebben genoten. Vond je deze vlog leuk? Laat er wel even één. Kun je ook twee duimpjes omhoog? Nee. Laat maar lekker die één duimpje omhoog, want ja, twee duimen. Kan je vloggen met één en dat twee duimpjes omhoog? Nee. Dus laten we afspreken. Vond je deze video leuk? Of deze video? Ik bedoel, vond je deze vlog niet leuk? Laat dat blauw duimpje omhoog. Ik zou weer nog op awesome zijn. En dan zou ik zeggen, voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze gloednieuwe vlog. Gloednieuwe vlog. Oude vlog is het, want dan heb je hem al gekeken. Ik zou zeggen, voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk check je er weer snel bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.